De Nationale Assemblée heeft vrijdag met algemene 30 stemmen de 4 fiscale wetten aangenomen. De oppositie heeft ook voorgestemd. De wetten moeten daadkrachtiger en doelmatiger optreden van de Belastingdienst mogelijk maken. Het gaat om de ontwerpwet toekenning van fiscaal identificatienummers, wet nadere wijzigingen van de inkomstenbelasting 1922, wet loonbelasting en de wet omzetbelasting 1997. RGB-minister Lekram Soerjan, ad interim voor Financiën, zei dat het komende jaar gestart zal worden met het integraal aanpassen van deze wetten. Wel, voorzitter, heel kort, dank u wel. Met betrekking tot opmerkingen gemaakt door het geacht lid BOVA, wat de uitvoering betreft. Het is inderdaad zo dat de wetsontwerpen als doel hebben de efficiëntie en effectiviteit op te voeren van die belastinginning. En wat ik ook wilde benadrukken is dat het inderdaad zo is dat het moet leiden tot kosten- en tijdbesparing aan beide zijden, bij de overheid zowel ook, dan ook bij de belastingplichtigen, als ook de verruiming van de inkomsten uit de belastinginning. En het is ook zo dat de wet natuurlijk bij de uitvoering mogelijkheden biedt om zaken middels lagere regelgeving, die ik ook tijdens de beantwoording in de eerste ronde heb benadrukt, verder te regelen, zodat de uitvoering, zoals door het lid is aangehaald, op een richtige manier kan plaatsvinden. Soerjan legde verder uit dat het de bedoeling is dat er gekozen wordt voor een rechtvaardiger en eenvoudiger belastingsysteem. Met de wetswijziging is de introductie van elektronische belastingaangifte mogelijk gemaakt. Soerjan benadrukt dat het systeem veilig is. Met betrekking tot de opmerkingen van het lid Jogi, daarin gaat het over de hervormingen. Het is inderdaad zo dat hervorming belangrijk is en dat het geheel proces in principe moet worden afgehandeld. Alleen we hebben benadrukt bij de beantwoording in de eerste ronde dat het hier gaat om wetsontwerpen die een onderdeel vormen van die totale hervorming, dat totaal hervormingsproces. Er zijn dus andere stappen die gemaakt moeten worden om te praten uiteindelijk over een totale hervorming. Daarover dus helemaal eens. Er zijn zaken aangehaald door het lid Jogi met betrekking tot belastingheffingen, de grens, hoe motiveer je de belastingbetaler, de positieve adviezen, opmerkingen, die nemen we zeker mee om dat in overweging te nemen om bij de uitvoering de zaak zo goed als mogelijk uit te voeren. Minister Lekram Soerjan ad interim voor Financiën, dat was gisteren in de Nationale Assemblée. 4 fiscale wetten zijn gisteren met algemene 30 stemmen aangenomen.